Je ziet wel dat het gaat leven. Het gaat heel erg leven al 3 oktober. Alleen we leven in een enorme onzekerheid eigenlijk. Want hoe gaat het feest eruit komen te zien? Haring en wittebrood zal er zijn. Maar echt uitbundig gaat het vanwege corona nog steeds niet worden. In Leiden wordt ondertussen druk gespeculeerd wat er wel en niet mogelijk is tijdens de viering. Nou, als het de reveille doorgaat en het koraalmuziek doorgaat en de taptoe en de optocht, dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste. Ja, waarvoor kan het niet doorgaan als iedereen is gevaccineerd? Dan heb je geen vertrouwen in je vaccin. 2 dagen losgaan zit er ook vorig jaar al niet in. Toen was het feest vooral digitaal en alleen in en rond het huis. Dit jaar zijn, zover nu bekend, de kroegen wel open, maar zonder bandjes die met versterking spelen. Wel zijn er bandjes en DJ's die op boten door de grachten varen. Ik vind het eigenlijk wel helemaal prima. Het is jammer dat we geen tap buiten kunnen zetten. Maar goed, we hebben een groot terras en dat is misschien ook nog wel gewoon hartstikke gezellig om lekker op te zitten. We lopen toch altijd wel een paar keer een rondje over de kermis. En vooral de kamelenrace mis ik dan. Want dat is het leukste spel van de kermis. Ik persoonlijk denk, ondanks dat ik een heleboel geruchten hoor dat hij niet doorgaat, dat hij in beperkte mate toch wel doorgaat. Dan zal hij kleiner worden. Kermis is natuurlijk een heel belangrijk kurk voor de vereniging. Want daar komen de inkomsten uit. Dus ja, ik denk misschien een kleine aangepaste kermis. Als er überhaupt dingen doorgaan. Waarschijnlijk weten we morgen meer.